De mannen van Antwerpen zijn op bezoek geweest. En hier stonden stoeltjes, maar nu niet meer. Ze hebben ze eraf getrapt. Dat is niet lief, hè? Maar ja, ik zou ook wel wat pest zijn, ze. Want we hebben gewonnen, hè. Het mocht wel eens, hè. Het werd dringend tijd dat we gingen winnen. 1-0, met een penalty in de 89ste minuut. Het leven kan toch schoon zijn, hè. Nu, de opstelling, die was op zijn minst verrassend te noemen. Sarki, Kielolesi en Doumbia stonden aan de aftrap. Nu, wij zijn een special gaan maken met deze drie heren over de derby tegen Antwerpen. Yeah, I would say that I feel it because it was a rivalry game and it was a really tough game and we did put in our best and the coach he did put in his best to pick the right team to play against Antwerp and so I would say that everybody did very well. Honnêtement, je m'attendais pas à commencer directement le match. Mais si le coach me fait confiance de commencer le match, c'est qu'il me fait confiance. Donc, et j'essaie de ne pas décevoir le coach et j'essaie de jouer le maximum. Actually, I was really, really surprised because in the training in the week, I was not in the first 11. I was in the second 11. You understand? I was like, I didn't expect it because when I get to the training, when I get to the stadium in the morning, in the evening, and I saw my name on the list, I was like, wow, what a shock! But I said, okay, it don't have to be a shock to me. I just have to put in my best because he believes in me. C'était penalty, ben, tu sais, les arbitres parfois ils se trompent pas, hein, parfois ils ne voient pas bien, mais c'était penalty, bon. On a continué. Hein. J'essaie de faire le maximum. Ce que le coach m'a demandé, j'essaie d'appliquer sur le terrain, rester en position et essayer de gagner le maximum de duels au milieu du terrain. Et c'était le plus important pour moi dans ce match. Good in free kicks and sometimes I can get it right and sometimes I can get really bad, but when I get it really right then it's really fast and it's really fast and good. Honnêtement, je n'ai pas regardé les pénalty. Je ne sais pas si JP l'a pris ou pas. Moi le ref a sifflé les pénalty et moi, je n'ai même pas regardé. Celui qui a pris le ballon, je suis venu juste chez Larry. J'ai dit à Larry, je ne peux pas regarder. Et je suis resté comme ça, dos au pénalty. Tu étais peur? Ah, j'avais trop peur, vraiment. Je crois parce que je suis un joueur comme tous les joueurs. Et depuis au début de la saison, je n'ai pas encore marqué.
Et j'ai dit, bon, voilà, c'est l'occasion pour moi, ou maintenant ou jamais. J'ai pris mes responsabilités et voilà, j'ai tué. On a mérité cette victoire parce qu'on a eu le plus d'occasions qu'Anvers. Je pense que le groupe mérite la victoire. Fantastisch, en nog eens de 3 punten nadien 1 op 12. Het was wel eens nodig. Ik denk dat de speler, het bestuur, maar vooral trainer Dirk Gerard zeer opgelucht zijn. Want een Dirk, hij kreeg het de laatste weken toch wel hard te verduren. Hè? Nu, wij zijn eens met hem gaan praten over wat er zich hier de laatste weken op de Freetiel eigenlijk heeft afgespeeld. I spent my time watching. Ik denk dat het voor iedereen deugd gedaan heeft. Eerst en vooral ben ik heel erg opgelucht voor de spelersgroep. Omdat die toch hard werken op training. En dan plots daar met een 0 op 9 staan. Terwijl dat ze toch wel wat meer verdiend hadden. Dus voor hen deed het zeker plezier, omdat dat toch ook een hele beladen derby is. En meteen kan ik daarop aansluiten dat ik ook wel gelukkig ben voor de supporters, omdat ze zo massaal opgekomen waren en de vorige keer hier tegen Eupen toch wel wat ontgoochelend moeten naar huis keren zijn. En nu zondag was dat absoluut niet het geval en dat is weer de belevenis van vorig jaar hier in die wedstrijd die we gespeeld hebben tegen Lommel, tegen Leuven, tegen Eupen. En dat doet deugd dat je nog een keer het stadion ziet ontploffen en ja, daar doe je het voor natuurlijk. Now walking back. Down this mountain, the strength of a turning tide. Oh, the wind so soft at my skin. Yeah, the sun so hot upon my side. Oh, looking out at this happiness. Maar ongeacht welk niveau, als je die opdracht hebt om 25 kernspelers iedere dag in goede banen te begeleiden en zelfs op te leiden naar een hoger niveau, dan moet je op een bepaald moment in eer en geweten handelen. En u niet laten dingen in het oor fluisteren. Gewoon kijken wat dat er leeft binnen de groep. Hoe dat er getraind wordt, wie dat er echt klaar is, wie dat er op een zenuwachtige manier acteert. En ik dacht dat de jongens die zich het meest geprofileerd hadden op training vorige week, dat die ook in aanmerking kwamen om die hele belangrijke wedstrijd aan te vatten. En automatisch zitten er belangrijke spelers die vaak spelen of altijd spelen, die er plots niet bij zijn. Dat is een verrassing voor iedereen. Er zijn heel veel dingen verschenen, gezegd geweest, die niet met de waarheid strookten. We hadden plots 1 op 15. Ik heb daarmee gelachen. Ik heb gezegd tegen de spelers ook, wist niet dat je voor de beker van België ook 3 punten kon verliezen. Ik leesde zeer rare dingen. Sneller die plots een beenbreuk had in plaats van een enkelbreuk. De verschenen zaken waar dat je duidelijk het gevoel had, men probeert rond deze groep een bepaalde negativisme te creëren. Men wil die mensen aan elkaar laten twijfelen. Men wil bepaalde mensen tegen elkaar opzetten om die club onderuit te halen. Terwijl dat die club bij monden van de manager eigenlijk het lef gehad heeft om van in het begin te zeggen, we willen meedoen, bovenaan. En wij zijn een van de weinige clubs die dat nooit onder stoelen of banken gestoken hebben. Maar het is nu eenmaal zo in voetbal. Als je niets zegt, dan zijn het te bescheiden. En als je iets zegt, dan heeft iedereen plots een dikke nek. Je loopt al lang genoeg in het voetbal mee dat je weet als je in een ploeg traint die wil meedoen voor de prijzen, als je 0 op 9 haalt, dat te weinig is. Dus ik wist dat ook wel. Maar er waren bepaalde factoren en dat hebben we binnen onze kamers uitgepraat. Maar dan voel je automatisch de eerste reacties komen. Hè. Als de pers je opbelt van ja, voelt u voor uw job of hebt u nog niets te vrezen, zij al geroepen van bestuur.
Ik weet na de 0-9 dat er een beheerraad geweest is die er iedere week is of om de 14 dagen is. Maar dat daar de sportieve prestaties gewoon op een korte manier belicht geweest zijn van ja, nu gaat het even minder goed. Maar dat komt wel weer terug, want we geloven in die groep en we moeten daarmee verder. Dus dat is dan een positief signaal dat je krijgt vanuit de bestuursgroep. En van de supporters mag ik absoluut niet klagen, want ik heb weinig negatiefs gehoord. Ja, er zullen altijd wel enkelingen zijn die plots niet meer met mij door de deur kunnen. Of die verhalen rondom mij vertellen, maar die nog nooit één woord tegen mij gepraat hebben. Of helemaal niet weten wie ik ben, maar dat is altijd zo. Je krijgt een bepaald imago mee en daar kun je toch niet tegen verdedigen. Je kunt dat ook niet tegenhouden, ik wil dat ook niet doen. Ik kan alleen maar zeggen als supporters ontgoocheld zijn of geweest zijn, dat dat terecht was. En daarvoor ben je ook supporter. En voor ons is zeker die tweede periode een nieuwe start en ook weer een nieuwe uitdaging om daar ook weer zo ver mogelijk in mee te gaan. En ja, wie weet, maar dat is altijd te vroeg om daarover te praten. En als je de drie periodes afsluit en je hebt niks en je hebt altijd 19 punten gehaald, dan speel je ook de eindronde. En dan is nog altijd de doelstelling van de club van in het begin van het seizoen bovenin meedraaien en op het einde van het seizoen een eindronde te spelen. Of, je weet nooit. Ik slaap niet altijd goed, maar ik kan met eer en geweten zeggen dat ik op dit moment niet 24 uur, zoals de poppen zei, ermee bezig ben, maar toch heel veel uren. En dat ik probeer in die doelstelling te slagen. En meer kan ik niet doen. Ofwel kun je het niet, ofwel ken je het niet, ofwel wil je het niet, maar aan arbeid bij manier van spreken, of inzet of mentaliteit, denk niet dat het daaraan zal liggen. Allee, daar ben ik nu 200% gerust in. Voilà, trainer Dirk Gerard ziet het nog altijd zitten en ik ook. Nu volgende zaterdag beginnen we aan de tweede periode. Laat ons hopen dat we die glansrijk kunnen inzetten met de winst op Dender. Dit was aflevering 12. Tot volgende week.